In alle zaken op een rijtje bieden we Nederlandse ondernemers die voet aan de grond willen in België een platform, MV Nederland. In dit blok nemen we een kijkje bij Nederlandse ondernemers die de ambitie hebben om ook te ondernemen in België. Acne is een veelbesproken onderwerp waar heel veel mensen last van hebben. Maar hoe behandel je dit? Vandaag praten wij met Olga Karsen en zij gaat ons iets meer vertellen over acne. Olga, kan je iets meer vertellen over het Vital Acne Instituut? Ja, natuurlijk. Het Vital Acne Instituut bestaat al 40 jaar en wij zijn helemaal gespecialiseerd op het behandelen van de acnehuid. Jullie werken met 4 stappen. Kan je die iets meer toelichten? Ja, de 4 stappen waar wij mee werken, dat is ons behandelplan. Dat zijn 2 stappen aan de binnenkant van het lichaam. En dat is 1 stap waarbij we testen of iemand allergisch reageert op een voedingsstof. En de 2e stap is een detox, waarin dat is een ontgiftende fase. En de laatste fase, welke stappen zijn dat? Dat zijn 2 stappen aan de buitenkant van het lichaam, waarmee we de huid gaan aanpakken door middel van uitreinigende behandelingen hier in de salon. En daarnaast hebben we nog producten voor thuis gebruikt waar hoogwaardige werkstoffen in zitten. En daarmee pakken we dan echt de huid aan met die 4 stappen. Na de 4 stappen, wanneer zie ik dan resultaat? Wij kunnen met deze 4 stappen ervoor zorgen dat er binnen 3 maanden 85% tot 95% verbetering plaatsvindt. En dat zonder medicatie. En dat vinden we ook heel erg belangrijk. Want de medicatie die gebruikt wordt voor acne, dat is best wel pittig. Na de behandeling, mensen zijn acnevrij. Wat kunnen jullie dan nog betekenen voor de mensen? Als mensen acne hebben gehad, zie je vaak dat er nog in het gezicht ook littekentjes zichtbaar zijn. Of rode vlekjes of pigmentvlekjes. En daar hebben we ook passende behandelingen voor. We beginnen sowieso meestal met de dermapen. Dat is een microneedling behandeling. En daarmee zul je hele goede resultaten zien. Wat kan je aan mensen met acne meegeven? Ik denk dat het belangrijk is om er niet te lang mee rond te lopen. Ga naar een acne specialist toe. Want hoe langer je ermee rondloopt, hoe groter de kans op acne littekens. En dat is echt heel erg zonde.